Wij willen vooral wisselen van rol. En de ene dag ontwerper zijn, de andere dag innovator, soms facilitator, vertaler, verteller. Wij willen de manier waarop ruimte ontwikkeld wordt uitdagen in functie van een betere samenleving. Wij willen de maatschappij eerder dan de individuele eigenaar onze opdrachtgever maken. Wij willen zelf initiatief nemen en activisten blijven. Dus ik denk dat architectuur of de rol van de architect er een is die voldoende die autonomie van de architectuur moet bewaken, maar tegelijkertijd ook voldoende naar buiten moet kijken. In zekere zin is het debat over maakindustrie in de stad daarvoor ook exemplarisch. Hoort industrie thuis in de stad, in een woonomgeving bijvoorbeeld? En ik denk dat we daar als architecten ook een rol te vervullen hebben, dat we daar ook mee oplossingen kunnen aanreiken en dat architectuur dan als bemiddelaar optreedt. Le rôle de l'architecte est de mettre en relation l'architecture, la ville et son environnement de manière indissociable. Le rôle de l'architecte est de prendre position de manière simple face à un monde complexe. Le rôle de l'architecte, c'est d'être un généraliste. Il doit comprendre toutes les problématiques du projet. Le rôle de l'architecte, avant même de penser à construire, est de révéler ce qui est déjà là.